guys. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Sync. Vandaag hebben we een hele speciale uitzending met de band Support Act. De band Support Act is begonnen met een reeks van huiskamerconcerten voor het goede doel. Wat voor een band Support Act nou precies is en wat het goede doel betekent voor deze band, daar kom je allemaal nu achter. Je gaat kijken naar het allereerste huiskamerconcert van de band Support Act, waar wij uiteraard bij waren. En naar het interview waar Frank alles over deze band te weten probeert te komen. Yep, here we go. Hallo? Hey, Rutger. Hey, Martin. Ben je er klaar voor? Ja, ben er klaar voor. Ik geloof dat er nou een man of weet ik veel zitten hier. Hoeveel dan? Nog niet alles is binnen. Oh. 15 of zo. 15? Ja, weet ik veel wat er allemaal binnen. Dat gaat nu een beetje binnenlopen. We wachten tot er 20 zijn, hè? Ja, daarom. Ik ga het even tellen. Ja, moet je doen. Jok er maar 5 bij. Hey, we zijn onderweg. Ja? Je ziet ons zo. Oh, het zit hier al aardig lekker. Oké, okay, hey, ik zie jullie komen. Ja, tot zo, hè. Tot zo. Hoi. Nou, weer een notoire laat. Kattekstokiertje. Notoire laatkomers hebben we weer natuurlijk. 20 mensen die betalen allemaal een tientje voor 16 euro. Maar hij zei dat die man nog 30 zou krijgen. Nou, dat zou lukken. We gaan er wel een leuke avond van maken. Dag! Eagles landed! 76 was. Je hebt aardig wat bij je, jongens. Of gaat het allemaal niet mee? Nou, dat moeten we zijn. Hier is het gezellig. Hier is het feest. Kijk er eens. Volgens mij wordt er wel aangekeken. Ik zal eerst hier de spulletjes even opzetten. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik bel hem. Hij zei, ja, ik heb man of 15, de rest moet nog komen. Eerder als dat de 20 man zijn, gaan we niet spelen. Nee, 20 man minimaal, heb ik ook gezegd. Het is geen speeltuin, jongens, geen geintje. En ik zit hier in de Blauwe Bok met Support Act. Mocht je de band nog niet kennen, dan stellen zij je even aan jullie voor. Nou, dit is Marjolein, dat is onze zangeres. Ze is nu 3 jaar bij de band. We zijn een band die al 10 jaar bestaat. Zij zingt sinds 3 jaar het kalk van de muur af. En ze lijkt heel bescheiden, maar het is een beest en tijger op het podium. En Marjolein gaat nu met alle liefde, denk ik, onze toetsenist Dirk voorstellen. Die zit daar zo, dat is Dirk. Dat is de toetsenist. En die zit al niet 10 jaar bij de band, toch? 7 jaar, denk ik. Dik. En die heeft het heel erg naar zin, toch? Ja, fantastisch. En die heeft de beste podiumuitstraling. Als je hem eens hebt gezien, dan ken je hem wel. Ja. Oké. Okay. Nou, wie hebben we dan nog meer? Dan hebben we nog 2 leden over. En Hans. Maar ja, drie. Want er is er één. Ja, er is er eentje. Er ontbreekt er eentje, ja. Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Die kon er dan vanavond niet bij zijn. Nee. Maar... jullie zijn er wel, dus stellen jullie even voor. Nou, Martin, die zit begin af aan in de band. Ja, dat is 20 al. De oprichter van de band is dat. Hij speelt heel lekker gitaar. En, ja, is echt eigenlijk de frontman van de band, want hij praat normaal het meest. Behalve als hij verlegen is, hè? Behalve als hij verlegen is, zo'n naam. Ja. Jordi? Nou, Jordi is onze bassist. Jordi is sinds een jaar bij de band. Ja. En dat is heel mooi, want Jordi kwam auditie doen en die dacht als ik eerst nou maar aangenomen ben met de band, dan ga ik dan wel bas leren spelen, want hij speelde geen bas. Hij speelde ongeveer elk instrument wat je kan bedenken, maar geen bas. En nee, het is ongelooflijk, hij heeft in 3 maanden tijd heeft heel repertoire ingestudeerd en gewoon geweldig, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Het is echt uniek in de muziekwereld. We staan hier in de Walemalen Feitstraat in Katwijk en Support Act geeft een aantal huiskamerconcerten en wij mogen daarbij zijn. En dit is de allereerste, dit is de verjaardag van Rutger. Waar ook Support Act optreedt. En wij gaan nu naar binnen. Ja, want het is erg gezellig, want we zijn al aan het spelen. Kom!
Bestaan. Hoe zit dat dan precies? Nou, dat is, we willen in de zomermaanden 5 huiskamerconcerten doen. Dus we kunnen dan gratis geboekt worden bij mensen thuis in huiskamer. En denk niet, ik woon te klein, want we hebben een hele kleine huiskamer in de Waalmaalstraat al gespeeld. We kunnen gratis geboekt worden, alleen zijn er een paar voorwaarden. Degene die ons boekt moet minimaal 20 man uitnodigen, minimaal. En die mensen betalen allemaal 10 euro minimaal voor het goede doel. En het is natuurlijk de sport om te proberen zoveel mogelijk mensen uit te nodigen en proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Dus tafeltjes moeten van de tuin gezet worden, ruimte maken. En als wij gespeeld hebben en we willen nog een toegift doen, dan gaat het eerst met de pet rond. En wij hopen gewoon in 5 avonden, we willen gewoon 5 doen, want we hebben ook onze normale optredens nog. Hopen gewoon een heel leuk bedrag over te kunnen maken met Stichting Juul. En dus de mensen die nu kijken, die kunnen ons boeken. Het doel waarvoor het is voor Stichting Juul. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Nou, we willen gewoon wat doen. Ons jubileum vieren op een sympathieke manier voor een goed doel. En Stichting Juul, Stichting ter bestrijding van kinderkanker, is iets wat ons allemaal wel aanspreekt. Ja. En dat ze nou moeten gaan doen. Het is ook lokaal, het is Katwijk, men kent het ook. En we vinden het gewoon leuk om dat te doen. En je merkt ook de mensen die je spreekt dat die met heel veel enthousiasme ons boeken. En, nou goed, deze avond, 21 april, dat is één groot feest. Ongelooflijk wat we meegemaakt hebben. Met een koestjes optreden, zo'n feest maken. Dat, ja, is gewoon schuldig. Je staat wel dichter bij de mensen. Het is natuurlijk wel anders dan een optreden dan als je dat op een podium staat. Ja, ja, precies. Ja. Is het leuker of is het juist minder? Ja, anders. Veel anders. Het is anders. Ja. Hoezo anders? Ja, uit jullie ervaring dan? Ja, leuker. Het is akoestisch. Je speelt niet met te hard volume en zo allemaal. Het is qua versterking. Het is één versterkertje waar het doorheen komt. Het is allemaal heel simpel, minimaal. En daarom is het anders. Ja. Is het leuker? Het is een hele leuke ervaring in ieder geval. Ik denk dat als we over 5 jaar over praten, dat het, je zegt van noem het 3 hoogtepunten van de band, dat dit er één van is. Wel. Ja. Mocht je sowieso geld willen storten voor Stichting Juul, dat kan. Ga dan naar de website www.stichtingjuul.nl. Ja.
Hoe begon het allemaal? Even in het kort, even met een rode draad door deze 10 jaar heen. Nou, heel snel. We zijn begonnen als een eenmalige band. Een gelegenheidsband voor een verjaardagsfeestje. We noemden onszelf toen de Leuk Dat Je Jarig Bent. Met een knipoog. En eigenlijk, tot een verrassing, hadden we succes. Dus we hebben meer gevraagd voor optredens. Een van de eerste optredens die we deden was hier in de Blauwe Bok. Het was ongeveer net zo druk als nu. Maar daarna, ik denk weer een keer of 12 gestaan er wel. En daarna ging het lopen en we kregen er lol in. En ja, het draait nog steeds eigenlijk. Ja. Alleen het is jammer dat met amateurbandjes dat je altijd een jaar of 3-4 hebt dat iemand ermee stopt vanwege te druk of werk of weet ik wat of zo. En heel vaak zie je dan dat een band ter ziele gaat. En bij ons niet, want bij ons werd toch een band weer vervangen en het ging allemaal goed door. Ja. En een vervanging van zo'n band, die zei auditie. Ga je dan net zoals à la X-Factor-achtig iets een auditie doen of moet ik dat heel anders voorstellen? Ja, we leggen altijd een stip neer op de grond, dan moet je op blijven staan. Als je dat niet lukt, dan hoor je het al niet. We kijken heel chagrijnig naar de muzikant die spelen. Want dat hoort natuurlijk. Ja. Nee, maar je doet wel een bepaalde auditie. Je laat een paar mensen die interesse hebben, die komen langs en die doen één of twee nummers spelen ze. Daarna gaan we met die mensen babbelen, want of het klikt in de band, dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Want als iemand in de band krijgt die goed muziek kan spelen, maar die tot doel heeft om binnen een jaar op 1 tot 40 te staan, dat matcht niet bij ons en dan moet je niet aan beginnen. Dus dat is even belangrijk eigenlijk als, als de muzikale kwaliteiten. En jullie spelen covers, komen er ook nog eigen nummers in de volgende 10 jaar? Nee, het is alleen covers. Maar het is wel covers à la Support Act. Ja, wat doe je daarmee? Nou, moet ik de vraag aan jou stellen? Nee, maar het is toch... Goeie vraag. Je steekt het in een Support Act jasje, toch? Ja, we hebben wel onze eigen stijl. Ja. Ja. Want wie zoekt dan die nummers uit? Die zijn gewoon nummers in de top 40 en denkt, nou dat ga ik spelen. Nou, daar kan Marjolein alles over vertellen. Ja, want jij bent de zangeres. Dus nummers die jij lekker vindt om te zingen? Of, Ja, maar we hebben allemaal wel een andere smaak. Dus we doen meestal, iedereen geeft een top 10. Ja. En dan gaan we cijfers geven. Die zet ik op 1, die zet ik op 2. En dan ga je uitrekenen van welke komen nou op 1, 2, 3, 4, 5. En daarna op het einde blijft de top 10 van mij over. Meestal. Ja. Ja. Maar er zijn ook publiekslievelingen die jullie al jaren doen, al sinds 2000. Verplichte kosten doen we gewoon. Maar niet te veel hoor, want ik stel wel eens wat voor wat ik dan leuk vind. Dus dan lekker dat iedereen meedoet, maar dan zeggen ze ja, dat doet iedere coverband. Dus ja, dat, inderdaad. Dus dat valt mee. We willen wel een beetje onderscheiden. Ja. En we gaan zo meteen vertellen waarom ik dat nu aanhaal. Ja. Hey, je hebt meerdere opmerkingen meegemaakt. Een camping waar men niet anders dan Frans Bauer gewend was en André Hazes. En dat is, nou, we zetten een leuke coverband neer. Dat mensen zeiden, jongens, kunnen jullie stoppen? En toen zijn we ook gestopt. Stoppen? En dan kregen we snel, ja, die mensen. Dat vonden we dat gewoon niet leuk. Nee, het was een cultuurschok voor die mensen. En het was zo lachwekkend dat we niet eens beledigd waren. Zo, je begreep het. Toen binnenkwamen. Ik dacht, ja, dat maak je ook. Ja, oké, leuk. Dan ben je om 10 uur weer op de weg naar huis. En jullie hebben nieuws te vertellen. Ja, we hebben nieuws te vertellen. Een beetje met gemengde gevoelens. Dirk, onze toetsenist, die er vrijwel vanaf het begin bij zat, die heeft besloten om te stoppen met de band. En je weet dat op een gegeven moment aan zit te komen. Dirk zit al jaren bij de band. Ik weet net dat ik Dirk belde, want ik kende Dirk al. We zochten een toetsenist. Dirk had een speed doorheen gezeten. En die had net op het moment dat hij besloten had om niet meer in een bandje te gaan, belde ik hem. En Dirk, principieel is, die zei door de telefoon, is goed, ik kom erbij.
En ik zei, joh, we zijn pas met een paar optredens staan voor de lol. En het is allemaal heel vrijblijvend. En we hebben nog een paar optredens staan. We moeten even een toetsenist hebben die ons door die optredens heen helpt. En het is allemaal low profile. Nou ja, dat was inderdaad een paar maanden zo. Maar dan gaat het lopen. En dan komen 2 optredens in de maand, 3 optredens in de maand, 4 optredens in de maand. Vaker oefenen, projectjes doen en alles. En ik denk met hele goede herinneringen, Dirk. Ja, precies. Maar het betekent wel dat wij verder moeten. En dat we niet Dirk kunnen vervangen, maar wel een nieuwe toetsenist moeten vinden. Precies. Nou. Wat moeten de mensen daarvoor doen? Dus als de mensen in Support Act als toetsenist mee willen spelen? Ik moet even een mailtje sturen naar info@supportact.nl. En dan nodigen wij je uit om even een praatje te komen maken en om wat riedeltjes te spelen. Om te kijken of daar de opvolger van Dirk tussen zit. Hij zit helemaal vol.
opbrengst van vanavond. €634,55. Yeah! Het was in Leiden. Ja, 7 november vorig jaar. Voor mensen van psychische. Hij kwam naar je toe. Hij zei: zullen we dansen? Je ging met hem naar de dans. En toen? Het was niet eenmaal. Het was voor een psychiatrische inrichting, toch? Ja. Maar ik ben het vergeten, vertel. Het was pauzemuziekje, dus ik stond lekker te dansen. En toen kwam iemand naar me toe, die trok me mee. Dus ik zeg: oh, gaan we dansen? Dus hij zegt: ja, zo wij in één keer dan. Dus ik schrok me helemaal rot. Ik naar die man, naar hem toe. Hij helemaal lachen natuurlijk. Maar ja, ik lachen. Wij ook. Ja, dat is wel heel goed. Ja. Oké, okay, nou en wat dan meer? Ja, heb ik iets meegemaakt, geloof ik. Nou, dat wil ik eigenlijk niet. Het was het laatste optreden hier bij Koninginnedag. Af voor de blauwe dingen, ja. Ja. En toen dacht ik dat mijn bas niet meer deed. Maar mijn volumeknop stond uit. Dus. En jij naar die geluidsman kijken, wat is er dan? Wat is er dan? Dus. Ik heb wel eens bij de foute zaal wel eens mijn speakers daar neergezet. Je hebt namelijk twee Engelse in Lisse. Ja. Je hebt de grote Engel en de kleine Engel in Lisse. Ja. En ik kwam eraan, mijn auto en nou, de deur open en ik kon er gewoon mijn speakers en mijn spullen binnen en ik had me al wat stands neergezet. En die beste meneer die zegt van ja, ik ben van de band. Ja, ik ben van de band. Dus ik sta daar mijn spulletjes. Maar je moest in die andere zijn natuurlijk. Maar ik moest in die andere zijn, dus ja, jammer. Nou, toen kon je alles weer inpakken. Alles weer inpakken en naar de andere. Ik heb nooit een blunder meegemaakt. Nee, nooit. Nee, ik kan er even niet op komen. We hebben wel een leuke anekdote meegemaakt. Ja, ik weet wel wat meegemaakt. Nee, wacht. Ja. Dat was op de kut. Marjolein gaat nu een blunder van mij vertellen. Ja, er is wel één blundertje. Marten wilde ook weer gaan zingen, die denkt... Ik kan het ook best, dacht hij. Dus hij staat daar, bij voetbal was dat. Hij ging We Will Rock You zingen. We Will Rock You van Queen. In de auto lukt het altijd, ja, he? Dat was het mooiste, ja. In de auto lukt het. Maar toen zette hij hem in en toen was het... Marianne Jammer! Toen was het leuk. Maar om dan nog meer succes dan, in plaats van blunder. Dankjewel. Toch? Dankjewel. Oké, okay. Graag gedaan. En wij gaan nu terug naar de studio. Dit was alweer de ene laatste aflevering van Sync. Je kan deze aflevering terugkijken op rtvkatwijksync.huis.nl, waar ook meer informatie over Sync en het team is te vinden. Ook kan je ons nog volgen via Twitter. Ga dan naar ons Twitter-account sync-katwijk. Heb je misschien tips, vragen, opmerkingen of wil je gewoon iets kwijt over Sync? Dan kan je dat mailen naar sync@rtvkatwijk.nl. In de volgende uitzending is te zien hoe het laatste huiskamerconcert van de reeks huiskamerconcerten van Support Act verloopt. Tot de volgende keer!